Hallo, 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 hallo. Fijn dat ik hier even mag zijn. Vanavond bij het belteam op ons hoofdkantoor in Amersfoort. Omdat ik ze heel graag een hart onder de riem wil steken. Het zijn mensen die echt in hun vrije tijd, in hun vrije uurtjes hier vrijwillig mensen gaan bellen die actief hebben aangegeven dat ze wel iets voor ons willen doen, voor de SP willen doen. En ja, ook natuurlijk niet alleen om zo'n hart onder de riem te steken, maar ook omdat ze heel belangrijk werk doen. Het is toch het beste contact als we mensen zelf aan de telefoon krijgen. Ja, jullie zijn het wel ook gewoon echt aan het doen. Ja, en zo bouwen we wel echt aan een beweging. Wat volgens mij nodig is om inderdaad tegenwicht te bieden aan de hoge heren in Den Haag. En nou, daar doe ik nu in ieder geval flink mijn best voor. Maar het sterkt me enorm in de gedachte dat jullie hier ook in je vrije uurtjes zo hard aan trekken. Dus daar wil ik jullie ook heel veel dank voor zeggen. Ja, vanaf afgelopen verkiezingen spreken we met 1 miljoen mensen tot aan de komende verkiezingen. Om te horen wat er echt speelt onder mensen, wat mensen belangrijk vinden. Waar ze trots op zijn in hun buurt, maar ook waarvan ze vinden dat het beter zou kunnen. En natuurlijk vooral ook om te vragen of ze met ons mee willen doen. Om de SP groot te maken, om de SP sterk te maken. En dat doen we op heel veel plekken. Dat doen we aan de deuren, op straat. Dat doen we op werkplekken, in bedrijven, in zorginstellingen. Maar dat doen we ook aan de telefoon. Goedenavond, ik spreek met Lilian Marijnissen. We zijn druk bezig om met 1 miljoen mensen te spreken voor de komende verkiezingen en we zijn al hard op weg. Ik heb net zelf ook een aantal mensen gebeld. Heel positieve reacties, leuk. Ja, mensen vinden het ook wel grappig om mij dan aan de telefoon te krijgen. Dat is extra leuk natuurlijk. Maar voor mij ook om dan te horen aan de andere kant ja, wat mensen belangrijk vinden. We kunnen iedereen gebruiken om 1 miljoen mensen te spreken voor de komende verkiezingen. Ja, en ik zou willen zeggen, iedereen die ook eens gebeld wil worden door het belteam of misschien wel door mij, ga vooral naar onze website en meld je aan.